Ik kwam in België en toen werd jij uitgemaakt voor een pingwing of zo. En Robbie stuurde me een berichtje dat er iets niet goed ging. Dus ik ging naar de Nether. En toen jullie zijn vrienden. En, ja. En Robbie wou je helpen. Leg even. Teun, altijd zei Robbie, hulp, Robbie bellen. Mm-hmm. Dus Robbie bellen. En hij dacht, deze persoon hier, dat ik slecht was. Geen idee waarom, hij deed raar. Rare persoon. En toen gingen ze naar België. Kwam Linktijger. Linktijger. Teun was het toch? Ja. Ik ben Ixion, 1000 jaar vastgezeten in een ondergrondse laboratorium. Ik ben daar ingestopt. Tegen mijn wil. Door mijn familie, want die zagen een oorlog aankomen. Even kijken of ik de code nog weet om hem uit te zetten. D438. D7. D7. Ja. Zoals je kunt zien. In de tijd dat ik nog leefde, waren deze robots heel normaal. Mm-hmm. Alleen mijn familie wist dat er een fout in zat. Robbie zei net dat het zwart werd. Dat kwam omdat ik een code gebruikte. Een code die ik me direct kon herinneren toen ik daar gevangen werd genomen. Ze wilden me weer in water stoppen. Ik zag de silo's weer vormen. Ik... Dat klinkt allemaal aardig heftig. Volgens mij, als ik hem dan op dat knopje klik. CC44. Die code moeten we even wissen. Dit is niet goed. Als die code niet gewist wordt, dan is het niet goed. Ik heb jouw hulp nodig, Teun. Ik heb jouw hulp nodig. Deze code moet echt heel erg snel gewist worden, anders gaat het goed fout. Hoe zat dat ook weer? Ik heb nodig. Heb jij water bij je? Ja, top. Sorry, Robbie, dit gaat even pijn doen. Oké, alsjeblieft. Dan heb ik de code. 478357. Zo, ik ben zet 4. Ook deze code. Lees de code hardop. Robbie, lees de code hardop. 3268JHF09365946454AIFJ984OHBIUF2. Is het gelukt? Ja, het is gelukt. Het is gelukt. Oké. Toen ik er net even sprak in de Nether, voordat we jou opkwamen halen, toen zei je volgens mij iets over een oorlogsstand of zo? Ja. Maar dat mag hij eigenlijk niet horen. Zo. Hallo? 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 Hoor je mij? Ja. Ja? Hi. Ja, Teun kent me wel. Ik zit op een schip. Ik herken jou wel. Jij herkent mij? Jij bent Ixion, toch? Ja. Ik ben het. Nigel. Een vriend van jouw vader. Nigel? Nee, jij bent een robot. Ik ben niet een robot. Ik zend mijn stem uit via Robbie. Ik zit daarboven. Wacht. Zou dat de reden kunnen zijn dat die computers op los zijn gegaan? Dat ik vrij ben gekomen? Teun, ik weet niet of je dit wil horen. Ik ga de korte variant vertellen. Mm-hmm. 1000 jaar geleden, Teun weet het verhaal, is de wereld vergaan. Door robots zoals Robbie. En jouw vader heeft mij geholpen om deze robots te maken. En je weet waarschijnlijk ook dat ze een fout in hun chip hadden. Ja. Waardoor ze op hol zijn geslagen door de code die jij hebt opgenoemd vandaag. Ja. Dat was niet zo slim, hè? Nee, Nigel, geef toe, ik had geen andere keus. Dat is waar.
Jouw vader is omgekomen tijdens deze robotaanval. En wij zijn met een schip gevlucht en we hebben iedereen kunnen redden, dachten we. Maar blijkbaar is er dus ergens nog een grot met laboratoriumspullen die niet gevonden is, waaronder jij. En... Er waren nog meer silo's, maar die waren allemaal leeg. Wacht, betekent dit dat er... Zijn er nog... Oh, wacht even, dit is echt heel erg veel om te verwerken even. Voordat de oorlog begon, wij hoorden bij een van de rijkere families van de wereld. Wij leefden daarom ook niet op de grond, maar in de lucht. Teun, ik snap dat jij denkt, what the fuck? Nee, ja. Teun, help mij alsjeblieft om te vertellen dat ik geen pinguïn ben. Het is heel belangrijk. Door de navigatie die in één keer tussen, ik denk dan Nigel en Robbie, was, is dat ook bij mij in de computers geslagen en daardoor ben ik losgekomen. Ik moet ook zeggen dat ik niet meer weet waar dat laboratorium is. Maar het is heel belangrijk dat je vertelt dat ik... Jij wil dat ik die kant op ga om... Maar heb jij dit niet al aan ze verteld? Ik heb het geprobeerd te vertellen. Maar ik kwam er gewoon niet tussen. Ze denken echt dat ik een pinguïn ben. En alles wat ik vertel wordt weer omgedraaid naar dat zou een pinguïn zeggen. Maar het is echt heel belangrijk dat ze weten wie ik echt ben. Want er staat nogal wat op het spel, ben ik bang. Ixion. Ja. Hi, Nigel hier. Van daarboven. Oh ja, hey Nigel. Hey, je bent waarschijnlijk ook nog wel bekend met de technologie dat we robots konden besturen. En dat we daarin konden zonder dat wij onszelf hoefden of te opdofferen. Ja. Ja, dat doe ik dus nu op dit moment. Want ik wilde eigenlijk weten of de wereld nog leefbaar was. Nou, dat is dus zo. Maar ja, ik zit wel lekker daarboven. En Robbie leeft hier. Mocht je trouwens een veilige plek willen... vergeet niet dat je hier welkom bent. Oké. Ik moet zeggen dat ik bij mijn... Ja, wat ben je, achterneef? Vriend? Nee, je bent gewoon een goede vriend. Ik ben de zoon van jou. Van de vriend van jouw vader. Ah. Oh, Nigel! Ja. Oh, wacht even. Die van... Dat we samen die UFO-race hebben gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet meer weet. Al 1000 jaar geleden. Ja, ik moet zeggen dat ik ook nog maar schaars herinneringen heb. Maar nog wel... Maar ik kan me wel iets vertellen. Ja, met een schip, et cetera. Ik geloof je, ja. Oké, wacht. Ik moet dit opnieuw doen, want ik had niet opgenomen. Kijk mee! Oh, no. Oh, no. Robbie nam mij mee op avontuur. Om wat meer vrienden van Robbie te leren kennen. Zodat we wat meer mensen hadden die mij gewoon zagen als mens, in plaats van als pinguïn. Wij gingen uiteindelijk naar Murica. En in Murica waren ze super aardig. Ze hebben ons goed geholpen, wat eten aangeboden en wat dingen laten zien van Murica. Ze lieten ons meerdere gebouwen zien en uiteindelijk belanden we in een bioscoop met wel bijzondere films. En toen gingen we weer terug naar Robbieland, waar Nigel mij het volgende aanbood. Ja, ik weet niet, heb je een bed nodig om hier te ontwaken? Kan ik dit ook eventjes dit bedje gebruiken? Oh, tuurlijk, zeker. Je mag toch gewoon... Dan heb ik hier... Heb ik hier in ieder geval wel mijn respawn point voor nu, want mijn eigen huis is echt in the middle of nowhere. Ik zal daar toch al mijn spul moeten gebruiken wat je wil. Zolang je maar natuurlijk ook gewoon dingen teruglegt die je eventueel zelf dan ook vindt. Natuurlijk. En dan kijken we wel eventjes wat je wil doen zo meteen. Ja, voor nu voel ik me denk ik hier toch wel het veiligst. Ik denk het wel. Ik denk dat je herkent denk ik de materialen die hier gebruikt worden denk ik ook het meest. Inderdaad. Ja. Het deed me wel een beetje denken aan vroeger. Ja. Okay, nou, dankjewel voor alle hulp vanavond. Ik wens jou wel heel erg veel succes nog verder. Dankjewel. Ik zou zeggen fade out. Oh, wow. Waar ben je? Dat was mijn fade. Ik mis je nu al. Ik mis je nu al. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Kijk je naar mij? Ja. Ik ga nu mijn vingers knippen. Boom, je bent ineens vergeten dat je pinguïn was.
Ik ben nooit een pingwin geweest. Sia's werk! Wow, ik kan gewoon toveren! Wat? Sia is vergeten! En we gaan aan de slag met het begin van mijn lab.